Goedemorgen en welkom bij mijn scheervlogje op vlogmasdag 15. Vandaag en nee, dit is niet mijn nieuwe haarstijl. Maar ik kom net uit de douche, dus ik ga eerst even mijn haar fixen. Voilà, ze, veel beter. Ligt weer in de plooi, ze. Nu, het is werkendag voor mij, dus ik ga me nog even verder klaarmaken om te gaan werken. En dat houdt in ontbijten, mijn tanden poetsen en mijn scheren. Nu, we zijn een tijdje geleden naar een Lidl event geweest. Lidl pop-up kerststore, ja, hoe noemt dat? Lidl pop-up kerststore in Antwerpen. En daar heb ik een super leuk cadeautje gekregen, wat ik nu heel goed kan gebruiken, want ik heb het eigenlijk nog altijd niet opgedaan. Het is een baardtrimmer. Ik scheer me bijna nooit echt met een mesje. Ik trim altijd mijn baard. Ik heb trouwens ook heel weinig baardgroei. Alleen vooral heel lichte haren. Ik ben blond, dus dat trekt zich ook door in mijn baardgroei. Dus ik ben niet de grote. Ik kan geen grote volle baard of zo zetten, dat werkt gewoon niet. Ik heb er veel te weinig baardgroei voor. Maar het is er nog altijd wel en ik wil het verzorgd hebben. Zoals je nu ziet, is mijn haarkus wel wat langer. En vooral dit vind ik lelijk, dat er zo onderin aan mijn keel zo. Dat dat zo wat verder is. Dus dat wil ik zeker wegscheren. En gewoon ga ik het altijd een beetje bijtrimmen. Daarom gaat deze heel goed van pas komen. Ik ga hem nu eerst even unboxen en zien als ze goed werken. Hier van voor staat heel handig gewoon de aanknop, denk ik. Dus ik heb hem nu op 2 mm gezet. Wat lang is. Oké. En dan moet je hem hier aanzetten. Oh, it works. Hè. En blijkbaar is het een tweede stand. Gaat hij nog sneller. Oké, voor deze zijkantjes is dat wel goed, denk ik. Die doe ik altijd iets korter. En dan dit laat ik iets langer. Dus dat zal misschien op 2 mm wel goed zijn als ik dit stuk doe. En dit scheer ik natuurlijk helemaal af gewoon. Dus daar ga ik mee beginnen. Scheer ik meestal ook in alle richtingen, zowel zo als van onder naar boven als van links naar rechts, het alles wat er goed af is. Ik ga gewoon verder de bovenkant wat trimmen, dat die nog iets of wat verzorgder is, maar dit geeft al direct een veel betere indruk, vind ik, als dit zo wat afgesneden is. Oké, ik zet hem even 2 mm, dat is het langste in dit geval, en dan ga ik deze bovenkant nog doen. Alright, it's done, hè. Oké, voor de afwerking hebben we 2 dingen nodig. Nummer 1, een scheermesje. Ik heb geen idee van waar of wat het is. Gewoon een of ander cheap scheermesje, denk ik, want ik heb toch geen dikke haren. En scheerschuim. Om hiermee te beginnen neem ik altijd warm water. Dus goed warm, dat ik eruit op wat stand wordt tegen het scheren, of hoe zeg je dat? Het is lekker warm water en daar smeer ik zo mijn huid mee in die ik ga scheren. Voilà, dan is het tijd voor het scheerschuim. Het shaken. Dat moet goed schuimen. En dan moet er zoiets uitkomen. Oh yeah. Dit is altijd het tofste, vind ik. Maar ook het moeilijkste, want dat kun je ze overal uitsmeren. Dus ik ga het alleen hier van onder smeren waar ik het nodig heb. Oké, ingesmeerd. Ik ga ook nog een beetje hier doen om dat af te werken. Ik doe het meestal ook rap, zoals je wangen. Dat dat ook wat effen is. Voilà, ik zie er prachtig uit, dat zeg ik het zelf. Maar nu wordt het dus tijd om te scheren met scheermesje. Scheermesje nat maken.
klein beetje vochtig is het gewoon nu. En nu kan ik perfect de lijntjes afscheren die ik juist heb ingesmeerd met scheerschuim. Dus ik ga beginnen met dit stuk. Voilà, dus dan zijn die haartjes op mijn wang al weg. Even uitwassen en dan kan ik het volgende stuk doen. Check, nu het moeilijkste. Hier ga ik mee met de richting, omdat zeker onderaan de keel is het nogal wat gevoelig soms en kan het pijn doen. En ik wil echt geen uitslag of zo krijgen hieronder, want dat is niet plezant. Probeer zeker als de haartjes te lang zijn niet tegen de richting in te gaan, dat doet echt pijn. Allee, pijn. Dat voelt echt niet goed. Dus zorg eerst, daarom train ik ze altijd eerst, zorg dat die kort genoeg zijn om te scheren. En nu komt het moeilijkste stuk, dus hier rond uw ademzappelen. Stuk heel rustig. En niet babbelen, want dat beweegt. En nu nog de lijn doortrekken. Hè. Navoelen dat alles goed is afgedaan, dat alles goed glad is. En dan zijn wij klaar. Mesje goed uitwassen. En natuurlijk ook mijn gezicht nog goed uitwassen, want dat ziet er een beetje raar uit als ik zo zou vertrekken. En hier ziet u dan een vers geschoren Sam VWH. Het ziet er al beter uit hieronder, vind ik. En gewoon het algemeen verzorgder. Van ver ziet je niet echt het vel dat ik een baardje heb ofzo, maar gewoon wat stoppetjes vind ik altijd fijner en iets mannelijker dan dat dat helemaal kaal is. En dan heb ik echt een babyface. Niet dat het super veel verschil nu maakt. Toch iets, vind ik. Als laatste, omdat ik met een mesje heb geschoren, ga ik wel een klein beetje aftershave erop doen. Normaal heb ik dat nog wel. Aftershave is van Axe in mijn geval. Gewoon een klein beetje deppen op je handen. Niet te veel insmeren en voilà, that's it. Ik ben er helemaal klaar voor om te gaan werken. Ik heb weer vers geschoren, vers van de pers. Haartjes in de plooi. Mijn body is gewassen. Dus ik ben klaar voor de dag. Hè. Oké, okay, hopelijk vonden jullie het leuk om een soort van get ready with me in de ochtend te zien. Ik ben nu helemaal klaar om te gaan werken. Ik ga dan ook nu vertrekken, zodat ik er op tijd aan kan beginnen.